Wat zou jij doen als je door een speling van het lot op één podium staat met Mick Jagger of met Kanye West? Wat zou jij doen als je ineens staat te tennissen tegen Roger Federer of te basketballen tegen Michael Jordan? Wat doe je als je in de catacombe ineens naast Lionel Messi staat? Probeer zijn blik te vangen of zijn hand te schudden? Boezemt hij angst in of alleen maar bewondering? Pak je hem aan op het veld uit bewijsdrang of heb je ontzag en deins je terug? Of zou je misschien doen alsof het de normaalste zaak van de wereld is, alsof het heel logisch is dat jou dit toekomt? Vandaag hebben we iemand aan de lijn die antwoord kan geven op vragen als deze. Maar eerst nemen we gedrieën de week door met de mannen van de Core Podcast. Goed om jullie weer te zien. Wat doe je als je ineens naast Mats Hummels staat? Dan vraag ik zijn shirtje. En dan krijg je hem ook nog. Ja, mooi. Wat zou jij doen als je ineens naast Mick Jagger op een podium staat? Ja, me heel erg afvragen wat ik daar aan doe. Dat is het raar gelopen. Ja. Goed, hoe is het? Staat het ervoor? Prima. Ja, ik dacht dat we 9 punten hebben gehaald, maar ik weet eigenlijk niet wat jij hebt gedaan. Sparta heeft gewonnen, Doekoe heeft gewonnen. Sowieso, broer. En VOC Excelsior heeft verloren en VOC heeft ook verloren. Oké, nou, dat zijn toch 6 schamele puntjes. Ja. Maar jij was aandachtig toeschouwer bij... Sudoku tegen Barendrecht tegen Sudoku. Barendrecht, Sudoku. Ah, tweede helft. Ik heb de eerste helft even overgeslagen. Mm-hmm. Ben de tweede helft gekomen, dus ik heb Fokker geen goal tegen zien krijgen. Helaas. Nee. Je keepte vrij aardig, moet ik zeggen. Je pakte één hele goede bal. En verder deed je eigenlijk bijna niks fout. Een paar goede uittrappen ook. Ik heb wel vernomen dat er een vrije trap inging in de hoek van de keeper. Ja, heb ik dus niet gezien. Dus gemist, ja, was wel een foutje. Ja, was wel een foutje. Maar het was ook, ik heb al een paar weken een beetje slaapproblemen. Dus ja. Ik voelde al die zaterdagochtend, ik was echt doodmoe. Ja. En het werd een graad of 30. En we speelden bij Barendrecht, hebben van dat hele oude kunstgras. Dus het was zo verschrikkelijk warm op dat veld. Dus ja. ik voelde me al een beetje slapig. Maar je pep jezelf op. Je denkt gewoon, oké, lekker gaan. Een belangrijk detail. Je speelde tegen Bradley, de keeper van Barendrecht. Een van jouw beste vrienden. Ja. Misschien je beste vriend. Ja, en mijn zwager ook. En je zwager ook. Iedereen stond langs de kant. Familie, zelfs Thomas Zwager. Ja. Maar met kinderen geloof ik ook. Dat met was, kinderen. Er stond op het spel, zeg maar. Laura zat er, zonder vriend. ook niet onbelangrijk. Ja. Daar ben je snel afgeleid. Nee, maar toen viel het dus na en... ik weet niet of ze dat ook hebben, maar soms als je dan even gewoon fysiek niet zo heel lekker erin zit, dan heb je even gewoon één zo'n momentje nodig in de wedstrijd dat even iets goed valt en dan ben je er. Ja. Maar bij mij viel dus na een kwartier de eerste bal op doel, viel in mijn hoek, zeg maar, die vrije trap. Klopt erin. Het gaat echt een hele lange dag worden. Ja. Maar dat geluk, we kwamen wel 2 keer goed terug. Zeg maar, de eerste helft, de tweede goal kon ik niet zoveel aan doen. Gelukkig pakte ik daarna een paar ballen. Ja, dat is gewoon 3 punten zijn het belangrijkst. Laat ik dat zeggen. Dat is zo mooi. Bij de 4-2... ging ik even naar hem kijken, zeg maar, hoe hij juichte. Ja, dat is fantastisch. Ging hij zo op zijn knieën zo zitten, zo met zijn ogen dicht. Zo nee, hoe is dat, man? Ogen dicht, dat kan je niet zien van hem daar, joh. Ja, dat heb je weer bij verzonnen. Nee. Hij ging op zijn knieën zitten. Hij zat zo op zijn knieën zo. Het ging hij zo met zijn vingers zo naar boven. Maar die vingers is mooi. Ik zei tegen Varen ook, we moesten bij Sudoku van die gifjes opnemen. Ja. En dan moest ik dus één opnemen als ik een penalty pak. Ik heb denk ik toen ik 16 was voor het laatste penalty gepakt. Maar dan moet je, ja, wat ga je dan doen? Dan heb ik maar zo gedaan, zo met mijn gezicht was en dan mijn vingers naar boven. Ja, in het giffie. Ja, dus als ik een penalty pak bij Sudoku, dan kom ik op dat gigantische scherm. Okay. Hoezo je gezicht was? Ja, weet ik niet. Het is maar een beetje zo'n ding wat wij... De Moenier Andoui. Ja, een beetje de Andoui. Ja, maar waarom deed je dat dan op het moment dat jullie de 4-2 maakten? Daar heb ik niet echt een heel goed antwoord op van eigenlijk. Ja, een beetje gewoon opluchting. Ik was moe. Ik dacht even lekker gewoon. Mooi man. Oké, okay. Ja. Goed. Ik heb wel nog even ook één vraag, zeg maar, over die wedstrijd. Zo, het was vaak over Brett gehad. En Brett een beetje... ik word nog wel eens neergezet, onterecht vind ik, als een driftkikker. Ja. Maar Brett is ook een driftkikker. Mm. Dus die kreeg op een gegeven moment... wij scoorden de 4-2, een paar minuten voor tijd... kreeg het dan de stok met onze spits. Ja. Dit liep niet echt uit de klauwen of zo, maar het werd wel een beetje onaardig. Maar zij kregen na de wedstrijd... Zeg maar, toen iedereen al gedoucht was en alles... ja. Ging dat nog een soort verder. Maar wat vinden jullie dat je na de... Stel als iemand in de wedstrijd echt iets doet bij jou wat je gewoon niet flex vindt. Zoals over je zus beginnen. Bijvoorbeeld, ik zeg maar eens over je zus beginnen. Of je een bepaalde manier uitschelden. Ja. Of je zomaar beuken. Je zus. Die hem gewoon zussen. Ik heb niet eens een zus, man. Maar mag je daar... Zeg maar, vinden jullie dat het na de wedstrijd gewoon altijd zand erover is? Of dat er ook een soort van grens is die over kan gaan. Dat je dan na de wedstrijd niet gewoon even lacht en elkaar een hand geeft. Ja, dit is wel een grens. Was die grens, joh? Nou, ik heb ooit een keer iemand een kopstoot gegeven. Echt? Ja. Ja, dat begrijp ik dat niet na de wedstrijd. Nou, dat vind ik wel over de grens heen. Hoezo? Ja, dat was heel bizar. Dat was echt
in een wedstrijd tegen Nieuwkerk, kan ik me nog goed herinneren. Je hebt een veel te net hoofd om een kopstoot mee te geven. Nee, dat is ook helemaal niks van mij, maar... Hij heeft ook een keer met een hamer, wist je nog? Ik dacht dat hij wel bijgaan. Nee, maar ja, we waren echt in de vlaag van... Ik heb ook echt spijt van, moet ik eerlijk zeggen. Maar ik, ja, er was gewoon, zeg maar, ik kreeg die wedstrijd veel schoppen en ik vond dat die scheidsrechter mij niet beschermde. Zo ging het eigenlijk wel wekelijks bij de amateurs. Dat jij vindt dat je niet beschermd wordt? Nee, ja, dat ik veel schoppen kreeg vooral. Dus dat was gewoon daar zo. En op een gegeven moment zag ik, zeg maar, toen was een omschakelmoment geweest en die bal die ging weer naar ons. Dus wij waren weer, zeg maar, allemaal terug aan het lopen. En die scheids die had zich ook omgedraaid. Toen dacht ik, ja. En die gast had me net weer een schop gegeven. Toen dacht ik, ja, nou, is klaar. En toen gaf ik zo op zijn achterhoofd. Ik dat nog. Hoe dan? Met je voorhoofd tegen zijn achterhoofd. Toen niet in zag. Ja, echt fucking ziek. En toen liep ik gelijk weg. Ook echt hard. En toen dacht ik, wat doe ik nou, joh? Toen wilde ik mijn excuus gaan aanbieden. Maar ja, dat kan natuurlijk niet. Als je net een... Dan moet je in de rol blijven. Ja. Dan moet je heel boos blijven. Je kan niet. Je kan niet sorry zeggen. Scheidsrechter had het niet gezien. En toen na de wedstrijd kwam die gozer me nog soort van opzoeken. Ja, werd hij weggehouden. Maar ik begreep wel dat hij nog vrij boos is. Ik ben hem nooit meer tegengekomen. Ik denk dat hij nog steeds boos is en terecht ook. Maar heb je dan, wat jij zegt, als je dat heb ik dus ook wel eens gehad, dat je dan zo'n schandalige overtreding maakt op training. En dat je eigenlijk gelijk spijt hebt, maar je moet in die rol blijven. Ja, de training hoeft dat niet. Dat is helemaal ongemakkelijk. Maar na 4-5 minuten kan je wel erop terugkomen, vind ik. Maar normaal gesproken zijn maar vrijwel alle ruzies die je hebt in een wedstrijd, die zijn na het fluitsignaal gewoon weer weg. Ja, dat heb ik ook. En ze zijn ook een beetje, soms zijn ze ook een beetje gecreëerd, toch? Ja. Ik bedoel, opstootjes in de wedstrijd, dat is niet altijd een soort woede uitbarsting van 10 spelers tegelijkertijd. Er zijn 2 die het even aan de stok hebben met elkaar. En de rest voelt zich geroepen om, ik weet niet man, om en daar gewoon bij te stormen. En uiteindelijk gebeurt er nooit iets. Ik vind het echt heel zielig en heel veel over jou zelf zeggen als jij na de wedstrijd nog verhaal gaat halen over iets wat in zo'n wedstrijd is gebeurd. Ja. Of het moet echt, zeg maar, zwaar over de grens zijn. Maar dat was dit niet, denk ik. Oké, eens. Opgelost. Ja, ik was mijn kinderen al weg aan het halen. Ik denk, die moeten dit niet zien. Ja, jongen, er stonden 2 gasten van 2 meter. Ja. Ik zag ineens, dat gaat niet goed. Ben ik er maar even tussen. Die gingen allebei niet naar achter stappen. Nee. Nee, maar... Oké, man. Spreekwoordelijk is gisteren afgelopen. Dan vorige week namen we op met Slotta. En kwam hier en daar wat kritiek over zijn aanrader van de week. Ja. Ja, dat ging over een boek. Over investeren en rendement halen. Had ik natuurlijk ook wat over moeten zeggen. Van haar deed het goed, die maakte dat op. We hadden daar, Ik voelde me niet gesteund, ik zeg eerlijk. Nee, ik zat in de vermoeidheid. Mm. En ik denk, vaar lost maar eens eentje op. Maar dat was natuurlijk, Slot een leuke gozer. Afschuwelijk aanrader. Slechte aanrader. Ja. Maar om het ook even voor hem op te nemen. Ik zag wat reactie. En hij reageerde zelf op onze YouTube video. Reageerde hij op iemand die daar kritiek op gaf. Goed voor het algoritme hoor. Met die abonnees. Uitstekend voor het algoritme. Hij zei, hij had namelijk gezegd dat investeren zit nul risico in. Ja. En als je wat over hebt moet je het gewoon doen. Je maakt gegarandeerd rendement. Maar dat hij bood zijn excuus al op YouTube aan. Dat had hij niet moeten zeggen. Er is natuurlijk niet 0%, er is natuurlijk niet nul risico aan investeren. Dus daar hebben we toch even recht gezet. Jij zit hem even te bekijken. Ja. Ik heb natuurlijk wel nog even tegen hem gezegd dat ik veel kritiek kreeg. Ja, terecht. Klopt ook geen zak van. Maar ik moest weer extreem doen, omdat jij weer aan de andere kant van het spectrum zat. Maar S&P 500 is een heel low risico hoor, als je DCA investeert. Ik zou niet weten wat ik bedoel. Oké, Slot. Kleine rectificatie op zijn plek. Ja. En ik gaf trouwens geen beleggingsadvies. Het boek legt uit. Dat maakt niet uit wat je doet als je het op die manier... Dat geen risico met zich meebrengt. Okay. Waarom ben ik mezelf aan het uitleggen? My god, zeikerige luisteraars. Moeilijk publiek. Moeilijk publiek. Maar scherp publiek. Veel kritiek op gehad bij deze gezet. Zijn jullie beleggers eigenlijk? Investeerders? Nee man. Ik ben nooit erg aan brood beleggen. Brood beleggen. Geld over. Jij lijkt me wel iemand die een keer van die crypto-munks heeft gekocht. Maar... Ja, dat hebben we al. Maar echt voor een te verwaarloos bedrag. Dus niet, ik denk dat ik daar in totaal 300 euro of zo aan uit heb gegeven. Dus dat valt allemaal mee. Maar beleggen doe ik ook niet. Jij wel een beetje, denk ik toch? Ja, ik heb mooi geld. Ik heb wat liggen. Ja man, wat is dat nou weer? Dat is lekker weer. Ja, jij hebt toch gewoon hetzelfde gedaan. Jij hebt toch ook gewoon, we hadden toen... Toen hadden we met Core Podcast, we hadden zo'n rekening geopend. En toen zagen we in één keer, als we daarop inlogden, zagen we jouw spaarrekening. Ja, nee, niet spaarrekening. Ja, beleggingsrekening. Ja, beleggingsrekening. Ja, ik denk dat die nog steeds staat. Ja, die staat inderdaad nog steeds. Ja, ik kan er niet meer op. Ja, klopt. Een foutje. Ja, klopt. Nee, ik heb ooit... Goeie hart hoor, trouwens, moet ik zeggen. Ja, ik heb me ooit in... ik snap ook helemaal gereed van, maar een vriend van me zit in die wereld. En die heeft me ooit in ETF's geluld. Heb je ooit van gehoord? Het is wel hetzelfde als wat zoiets.
Dan even iets heel anders. We hadden, het was natuurlijk, transfer window. En er werd weer met geld gesmeten aan alle kanten. Maar er is ook een soort trend in het voetbal. Waarbij clubs en spelers elkaar een beetje in gijzeling houden. Of chanteren. Is er een trend? Ik weet niet of het zou kunnen. Ik heb het vaak gelezen. Laat ik een voorbeeld geven. Anthony die weigert te trainen omdat hij met een transfer bezig is. En eigenlijk gewoon dat er doorheen forceert. Strand Larsen bij Groningen. Hetzelfde verhaal, komt niet trainen, want die wil gewoon weg. Andersom gebeurt het ook. Frenkie de Jong, die bij Barcelona, ik geloof, rondjes moest lopen en 3 minuten mag invallen tegen een amateurclub, bij wijze van spreken, omdat die club wil dat hij zijn salaris voor halveert of dat hij weggaat. En zo gebeurt, zo houden die clubs en spelers elkaar een beetje in gijzeling richting het eind van de transferperiode. En ik dacht, overigens bij Sparta ook een speler die ook weg moet, te horen gekregen heeft dat hij weg moet. Traint dan niet meer mee. Maar we gaan 11 tegen 11 spelen. Moeten rondjes lopen bij de wissel. Mag je wel de warming-up zo meedoen? Gewoon ja, maar gewoon spelen dan een oefenwedstrijd. Komt helemaal niet op de... Komt helemaal niet het veld op. Weet je, omdat... En dat is overduidelijk. En dan voel je... En ik spreek er met de jongen over. Eigenlijk wil hij blijven. Maar als dat een week duurt of 2 weken duurt... Ja, nou op een gegeven moment kan je niet anders meer dan weggaan. Dus het heeft wel een soort effect. Het heeft effect, ja. Ik bedoel, dat is zo demotiverend als je gewoon weet... Oké, ze hebben nu 2 nieuwe spelers voor mijn positie gehaald. Ik had willen blijven, ik heb een goed contract hier. Maar ik ga gewoon weg, want hier is geen houden aan, zeg maar. Dus de club heeft nogal invloed op de toekomst van de speler. Maar andersom doen spelers het ook bij clubs. En toen dacht ik, we hebben dat maar te accepteren. Hoort dat nou eenmaal bij de sport? Een heel saai antwoord is natuurlijk dat je een soort van allebei een contract aangaat. En dat je daar maar gewoon aan dient te houden. Ja. Maar ik vind het, ik zeg maar vanuit pure spelersperspectief, ja. Ik kan me gewoon niet voorstellen dat je zoveel scheid hebt eigenlijk, ja. Dat je bijvoorbeeld gewoon thuis blijft. Ja. Ralf vertelde dat verhaal toen ook, dat hij was gewoon volgens mij 4 weken of zo thuis gebleven. Ja, dat. Of gewoon, dat, het telt, je hebt dat wel vaker gezien, dat jongens bijvoorbeeld in de winterstop weg willen en dan niet mogen. Ja. En dat ze dan gewoon niet, die melden zich gewoon niet voor het trainingskamp, ja. Maar zonder iets te, zonder iets te zeggen. En ik vind dat, ik vind dat niet netjes. Maar het heeft soms ook een effect, zeg maar. Stel, jij kan 5 jaar geleden, je kon ineens naar AS Roma. En daar had je altijd al heen gewild. Maar de directeur gaat dwars liggen, want ze willen je niet kwijt. En ze vragen 50 miljoen in plaats van 3 miljoen wat je waard bent. In dit geval is dat niet eens zo, toch? Ik bedoel, Groningen, Stan Larsen geloof ik. Was volgens mij heel duidelijk dat Groningen hem best wel wilde gaan verkopen. Ja. Als een goede prijs zou komen. Ja. Alleen Groningen was gewoon, wat ik begreep... een spel aan het spelen is om de prijs gewoon zo hoog mogelijk te krijgen. Zie je, ja, maar dat is ook al... En bij Ajax lelijk, misschien ook. Ja. Want zeg maar, als je hem niet kwijt wil... Mm-hmm. En hij komt niet op de training, dan is het heel simpel. Dan ga je hem ook niet verkopen. Ja. Toch? Als je hem niet kwijt wil. Ja, ja, als je maar, absoluut ja, maar dan zit je, maar dan zit je dus vervolgens, dat hoor je dan veel... Dan zit je met een gedemotiveerde speler die geen zin meer heeft om voor de club te spelen. Maar wiens probleem is dat? Van allebei, ook van de club. Maar het is toch zijn grootste probleem. Hij wil naar Manchester United en dan gaat dan nu, zeg maar, komt hij niet trainen. Is de transferwindow voorbij. Zit hij op de bank. Gaat hij dan in de winter nog naar Manchester United, denk ik. Ja, misschien. Ja, ik denk, ja, als hij niet speelt, gaat hij niet in de winter nog naar Manchester United. Ja. Weet ik vrouwen zeker. En uiteindelijk, stel hij was gebleven, dan duurt dat misschien 2 weken en dan gaat hij ook alweer mee. Het is denk ik ook gewoon wat zakelijks. Maar ik vind het vooral... Maar het is wel lelijk, toch? Ik vind het heel lelijk en het is gewoon slecht gemanaged eigenlijk. Want ik denk als je zeg maar gewoon met elkaar in contact blijft als club en speler, dan hoeft dat niet te gebeuren. Ja, maar hoe bedoel je dat precies? Dat je bijvoorbeeld zegt van we gaan een spel spelen om je prijs op te drijven. Ja. Maar dan heb je toch best wel kans dat zo'n speler te lang vindt duren en vaak gaat dan toch ook de... Ja, daar gaat het mis. Ja, de club die jou wilt kopen, die praat tegen je zaakvernemer, die zegt ze doen die prijs te hoog. Zaakvernemer zegt dat weer tegen jou, dus dan ga jij misschien... Ja, is heel lastig. Ja, pak je dat verhaal van je club niet echt op. Ja, dat is heel lastig. Dus eigenlijk als speler is het misschien toch handig dan om het te doen. Omdat degene waar je onder contract staat, die dupeer je in principe altijd ermee. In alle gevallen. Ik had even zitten denken, vanuit de speler is volgens mij een oplossing is dat je gewoon standaard een gelimiteerde transfersom in je contract laat opnemen. Waar de club tevreden mee is. En de speler tevreden mee is. Ja. En over, bijvoorbeeld, je tekent voor 3 jaar. Jij bent de clubleider. Jij doet dat met je volle verstand. Ik doe dat met mijn volle verstand. We spreken bijvoorbeeld af. Oké, gewoon een schappelijke prijs. 8 miljoen of 10 miljoen. Ik zeg maar wat. En dat is gewoon... Dat is wat we afspreken met elkaar. Daar houden we ons aan voor de duur van het hele contract. Ik heb er best veel moeite zeg maar, mee. Dat je hoort vaak spelers toch zeggen... Op het moment dat er een club komt die iets bieden. Ja. Dat ze zeggen van ja... Ik vind dat het een mooi bedrag is. En ik vind het bizar veel geld dat ze voor me willen geven. Ja. Alleen de club gaat er niet mee akkoord. Ja.
Oké, dat vind jij. Maar dat is toch helemaal, dat is helemaal niet relevant. Ik bedoel, jij tekent een contract voor een bepaalde duur. Ja. Jij krijgt je geld altijd. Ja. Maar je spreekt niet af voor ja, wat je zegt, je spreekt geen gelimiteerde transfersom af. Dan moet je in principe, heb je geen poot om op te staan. Nee, maar dus dat zou heel veel problemen schelen. Als je met elkaar afspreekt van dit wordt, dit maar, wordt de prijs. Maar ik denk ook wel dat het zo is, zeg maar, als een club jou haalt en of je wil een speler hebben. En die heeft al een keer zeg maar, zijn kont zwaar in het krip gegooid. Ja. Omdat hij weg wilde, ja. Zou ik als club wel nadenken van ja, wat dadelijk als hij het heel goed gaat doen en hij wil weg. En we ja. denken ja, ik denk dat gevoel heb ik ook altijd, dat het op je afstraalt, zeg maar, spelen. Uiteindelijk wel, maar... Ja, dat dilemma van clubs die spelers gewoon laten rondjes lopen, is volgens mij bijna niet op te lossen. Behalve wat jij zegt, gewoon een soort van morele oproep van respecteer het contract van die speler en behandel hem voorwaardig. Maar ze zullen altijd zeggen, ze zullen altijd op sportief... Ze kunnen altijd zeggen, ja, Frenkie de Jong, we vinden hem niet goed genoeg. Nee, als jij als club zeg maar zulke dingen doet, dan moet je ook niet zeiken als een speler niet komt trainen. Want als club kan je natuurlijk nog wel eens zeggen, stel bijvoorbeeld iemand... sluit een contract af voor 3 jaar. Ja. En het jaar daarna komt een nieuwe TD en een nieuwe trainer. Ja. Dus ja, ik snap het. Ja, ja. Hij heeft het contract getekend, maar niet onder mijn watch. Zeg maar. Ja. Ja. En dat die is het probleem. Is ja, klopt. Het is het probleem van de club. Maar ik snap ook dat je als trainer, je bent aan de ploeg aan het bouwen. En als je denkt, ik hoef hem niet erbij te hebben in de 11-11. Maar misschien straalt het ook uit op andere spelers. Als je ziet dat het een succesvolle strategie is. Ja. Om gewoon even je kont in de krip te gooien en toch 5 dagen later getransfereerd wordt naar de club waar je graag heen wilde. Ja, dan gaan andere spelers hetzelfde doen. Dus ja, dat is bij Ajax wel gebeurd. Dat is wel echt een zootje geworden. Ja. Maar daar hebben ze wel een poot stijf gehouden. Ja. Nou goed. Jij fantastisch gecommuniceerd deze zomer. Komt geen club. Dat ik ook bedoeld. Komt er geen hond. Ja. En maar wachten. Ja man. Terug realiteit. Verder iemand nog iets kwijt? Iets van het hart? Ja, ik had er wel één ding, dat zal mij dan altijd overkomen. We hebben dus nu in 7 dagen 3 wedstrijden. Ja. En dan heb je natuurlijk dat de basisgroep, die kan nou lekker rustig trainen. Ja. Toch hoef je niet zoveel te doen. Ja. Dus, en het is nu wekenlang hartstikke lekker weer geweest. En gisteravond werd het voor het eerst kut weer. Mm-hmm. En het is heel veel donkere wolken en alles. En precies voordat zeg maar alles een beetje los begint te barsten, zeggen ze, de basisgroep gaat naar binnen. Mm-hmm. Dus ik denk, dat is Kasi. Mm-hmm. Maar dat had ik even niet nagedacht dat die wissels natuurlijk wel door moeten trainen. Mm-hmm. Die hebben 2 keepers nodig. Maar ja, er zijn natuurlijk maar 2 keepers. Ja, dus stond ik daar weer met mijn pijnlijke Lize in een of andere donderbui gisteravond. En toen moest ik gelijk weer een beetje jullie denken. Dat ik dacht van ja, dit zal mij nou ook nog komen. Dat ik dan nooit iedereen gaat lekker naar binnen. Ben je niet meer op de bank? Ben je het mannetje, belangrijke speler? Ben ik nog niet kunnen trainen? Waar ik niet wil zijn. Ja, mooi. Ja. Ik denk dat het de rest van je leven blijf je dit soort dingen achtervolgen. Ik heb iets grappigs meegemaakt. Jullie weten, ik zit nog wel eens in de stad en ik kwam een tijd geleden kwam ik een Sparta-supporter tegen. Raak ik wel eens mee aan de praat, ik kom hem vaker tegen. En het is een atypische supporter, weet je, studentico's type, TU Delft-achtige figuur zou ik zeggen. En die kwam ik later weer tegen, toen vertelde hij me een treurig verhaal. Hij is diehard fan, maar hij heeft een stadionverbod gekregen. En hij, een TU Delft-achtig, ja, met een stadionverbod. En hij vertelde wat er was gebeurd, dat was in het uitvak. Hij was Ajax-Sparta vorig seizoen en... wij kregen een doelpunt tegen en uit frustratie vertelde hij, gooide uit een lege beker en gooide die beker zo in de lucht. Gedachteloos naar eigen zeggen en die viel zo neer. En toen werd hij van het een of ander moment werd hij, zeg maar ingerekend door agenten in Burger die in dat vak zaten. Hij stom verbaasd, stadion uit, 18 maanden stadionverbod gekregen en een boete van 500-600 euro. Dus dat is het verhaal. En toen, met of zonder meldplicht? Hoe bedoel je? Ja, als je stadion... Ja, ik kan me niet voorstellen dat hij niet het stadion meer in kan. Ja, hij komt er niet meer in. En vervolgens sprak hij me later aan. Hij vertelde eigenlijk meer over. Hij is echt van... Ik kwam hem later tegen en hij vertelde dat hoe hij doen echt, ze dat dan? Als hij dan bijvoorbeeld in een ander vak... Nee, hij komt het Sparta stadion. Hij is gewoon uit 18 maanden lang geen stadion. Ja, als ik een kaartje voor hem koop. En ik neem hem mee. Dan ja, komt ik weet niet hoe ze dat technisch gaan oplossen. Ik weet niet of ze dat technisch gaan oplossen. Okay. Maar hij is er echt van ontdaan. Omdat zeg maar, Sparta zijn lust en zijn leven. En te meer ook omdat hij ging altijd met zijn vader daarheen. Zijn vader is ernstig ziek. Het is nog een treurig verhaal. Dit was het moment voor hun om samen naar het stadion te gaan elke keer. Dus wat doet hij? Hij deed een beroep op mij.
Hij vroeg, Bart, zou je niet iets voor me kunnen betekenen? Zou je niet een, nadat ik heb binnenkort een afspraak met de terugcommissie, zou je niet een brief kunnen sturen? Je kent me nu een beetje. Ik ben er kapot van. Hij liet me het hele verhaal lezen. En ik dacht, ik was op vakantie. Ik was in Colombia. Ik had een uurtje over. Ik dacht, weet je wat? Ik geloof die gewoon. Ik help hem wel. Dus ik stuur een brief. Geen idee waarom. Maar ik stuur een brief naar die terugcommissie van beste meneer en mevrouw. Dit en dit verhaal. Ik ken deze jongen redelijk goed. Het is een hele beschaafde, weldenkende jongen. Als ik het verhaal zo hoor, hij is echt die kapot van... Die ook geen in de lucht, hoor. Dat is waar. Hij is er kapot van. Ik ben er ook door geraakt, dus misschien is het niet mijn plek, maar ik zou toch willen vragen om de zaak nog eens te heroverwegen, want 18 maanden is wel veel voor zo'n incident en blablabla. Bla, bla. Dus dit heb ik gedaan. Ik weet eigenlijk niet precies waarom, maar het voelde goed. Ik krijg je nee zeggen. Ook dat. En ik vond het ook, ik was een beetje geraakt door zijn verhaal. Hij was er van ontdaan. En toen, ik was het helemaal vergeten. Maandenlang. En toen kwam vorige week kwam iemand van Sparta, van de club, naar me toe. Die zegt, Bart, heb jij nou een brief geschreven naar de terugcommissie voor iemand met een stadionverbod? Ik schrok een beetje, weet je, want ik dacht van, kut, was vergeten. Dat dus gegeneerd, zei ik van, ja klopt man, ik geloof het in zijn onschuld, zegt hij. Er zijn echt gewoon camerabeelden dat hij volle bak een biertje smijt in dat uitvak. En ja, vind je het gek dat hij een stadionverbod is? Zal hem nog langer moeten geven? Dus het is allemaal, het is allemaal opgenomen. Je bent zwaar opgelicht. Ik ben erin getuind. Mijn brief heeft geen effect gehad. 18 maanden voorkomen terecht. Want ik weet nog wel dat we het hier over hadden. En volgens mij zei ik ook, maar wat nou als hij liegt? Ja, dat is dus blijkbaar allemaal vastgelegd, de kamer. Dus ik ben in de luur gelegd. Heb je nog een bericht gestuurd? Nee, ik heb nog niet meer gesproken. Maar ik dacht wel, even een zijstapje te maken. En nu gooide hij dus blijkbaar een glas, een plastic beker met bier. Maar wat is die gewoon? Een plastic beker met ijskoude Isolem had gegooid. Ik denk dat hij dan met open arm was. Wat pak je dit uitpak? Een lekker isolemmetje. Had hij toch mogen blijven zitten? Ja, het is ook niet zo zwaar, hè, want het is caloriearm. Dus dat is denk ik wat hij in het vervolg doen over 18 maanden. Als je iets gooit, gooi een aantje isolemmen. Ik zou de beste man überhaupt willen aanraden om een lekker isolemmetje te nemen, want hij zit er niet bij selectie. Hij zit er niet goed. Dat was toen bij Geert de Nouden misschien ook wel relaxed geweest. Heb je dat wel eens gezien? Tegen Feyenoord scoort, toen ving hij dat biertje. Maar Geert drinkt geen bier. Oh, die had een isolemmen gewild. Ja. Dat is overal goed voor. Oké, dan is het even tijd voor wat anders. Thomas, wij speelden samen ooit bij Sparta met een teamgenoot die toen nog niet een mega succesvolle tijd bij Sparta kende. Later ging het iets beter bij je. Wisselend succesvol, een beetje net zoals bij ons allemaal in die periode, toch? Kom sa was het in die tijd. Maar het heeft de vlucht genomen. Waar het niet zover zelfs dat hij vorige week woensdag met zijn club Toulouse thuis speelde tegen Paris Saint-Germain, waar ondertussen natuurlijk Neymar, Mbappé en Messi spelen. Er zijn maar weinig mensen in de wereld die kunnen zeggen dat ze gespeeld hebben, op één veld hebben gestaan met dit soort spelers. En Stijn Spierings is daar ondertussen één van. En wij zijn gewoon benieuwd, man. Hoe is het om echt tegen dat soort gasten te staan? Wat gebeurt er? We gaan hem even bellen. Als het goed is, is die hopen dat hij opneemt. Online. Dat zou je hem hebben. Hey, het is snel, die gaat. Hij neemt gelijk op. Stijn, hoe is het, man? Ja, hartstikke goed. Met jullie? Ja, heel goed. We wilden eigenlijk gelijk even beginnen. We hebben jou ook op beeld. Over die spierwitte tanden van je. Wat is een beetje trend in het voetbal? Ik zie het ook bij mij in de kleedkamer. Jongen, die tanden worden elke maand een beetje witter. En ik zie dat bij jou ook het geval is. Hoe werkt dat? Wat is dat? We zijn met Dirk Kuyt samen naar de tandarts gegaan. En nog belangrijk, wat kost het? Ja, als je er een beetje bij wilt horen tegenwoordig, dan moet je witte tanden hebben. Dus ik ben net zoals elke voetballer. Ik doe gewoon mee met de trend. Het is een beetje het nieuwe Louis Vuitton toilettasje. Nou, die heb ik niet. Dus dan kan ik die afstrepen en dan heb ik mooie tandjes. Maar zijn het die, zeg maar, die Dave Roefink afgeslepen puntjes waar je dan facings op hebt gezet? Of is het gewoon bleken? Of hoe werkt zoiets? Nee. Ik heb facings. Dus het zijn niet, ik heb ze er niet afgehaald. Ik kan nu naar de tandarts gaan en dan kan ik het eruit halen, zeg maar, als ik dat zou willen. En dan wat er dan overblijft, dan spring de tranen in je ogen. Nee, ja, goed. Ik heb het niet voor niets genomen. Oké, man. Voordat we over die wedstrijd tegen Paris Saint-Germain praten. We hebben het een keer gehad over sportvrienden, voetbalvrienden. Jij luistert ook de podcast. Nou is mijn nachtmerrie, als ik ooit nog een keer in het buitenland zou spelen, dat je dan met een paar Nederlanders terechtkomt die je eigenlijk helemaal niet mag.
waar je dan wel verplicht mee moet optrekken, omdat je nou toevallig allemaal in het buitenland zit. Beetje Kenny Dougal, Craig Goodwin verhaal, zeg maar. Dat waren helemaal geen vrienden, maar omdat ze allemaal Australisch waren. Moesten ze elke dag in een café gaan zitten samen. Nu speel je bij Toulouse met, help me even, hoe heet die gast dan? Van de Bomen. Dallinga en die jongen van Zet. Juist. Ik heb ook nog een Belg die ook Nederlands spreekt. Dus, jager. En ik heb we hebben nog een Australiër die een Nederlandse vriendin heeft uit Zwolle. Dus het is wel een flinke enclave. Zeg maar, zijn het voetbalvrienden, zijn het collega's, zijn het sportvrienden of zijn het echte vrienden? Nou, ik moet zeggen, het zijn wel echte vrienden geworden. Ik denk als je misschien in Nederland, ja, ga je toch gewoon lekker naar huis, heb je eigen vrienden. Mm-hmm. En nu hier zit je toch met z'n allen bij elkaar en ik moet zeggen, het klinkt echt goed. En als het niet zo zou zijn, zou het wel ongelukkig zijn en vrij zuur. Zou je het ook niet zeggen? Nee. Hij weet dat Branko luistert, dus hij kan het niet zeggen. Nee, ik denk dat je zelf, Volkert weet het zelf, je kan het aan Branko vragen. We zijn wel echt goed met elkaar. Dus Ja, dat is gewoon echt fijn. En ik ga er niet over liegen, het is echt top. En ik heb het naar mijn zin, dus ik had het slechter kunnen treffen. Ja, je zegt het zelf, je had het inderdaad, je had het ook bijna slechter getroffen, toch, als we eerlijk zijn? Überhaupt in je carrière bedoel ik, naar je teloorgang bij Sparta. Wat was er van je over? Ik kan me dat trainingskamp nog herinneren in Delden in de winter. Ja, dat was een beetje rommel in de marge. Zaten we allebei hetzelfde schuitje. Ik heb een beetje context nodig. Stijn en ik waren natuurlijk gedegradeerd het jaar daarvoor met Sparta. En toen soms wel, soms niet meegedaan. Dus we dachten, tenminste, ik spreek nu voor mezelf, maar ik denk dat we wel weer zouden in de keukenkampioen-divisie wel gewoon weer zouden gaan spelen. Tenminste, dat was mijn bedoeling. Maar dat ging even niet door. En dat gold eigenlijk ook wel een beetje voor jou, toch? Ja, ik dacht we degraderen en dan kan ik eindelijk een vol seizoen gaan spelen. En toen na de voorbereiding in de vlag er toch heel wat anders bij. En toen mocht ik op kantoor komen bij Henk van Stee, volgens mij. En die zei van, het is allemaal leuk en aardig, maar het is even te weinig allemaal. Dus je mag transfervrij op zoek naar wat anders. Ja. Het werd toen bijna Spakenburg, toch? Ja, dan staan de clubs niet in de rij. ik kan me herinneren dat je er bijna, zeg maar, ja, je was er eigenlijk bijna klaar mee, toch? Je had het allemaal wel gezien. Ja, als je zaakwaarnemer een Almere City belt en die zeggen tegen jou, leuke speler die Spierings, maar daar hebben we wel betere van rondlopen op het middenveld. Ja, dan, en dan wordt de keuze tussen Volendam, Telstar en misschien dan RKC, omdat ik Fred Grim kende. Ja, dan ga je wel even nadenken en denken van, ik was denk ik 22. Ja, dan ga je toch nadenken van misschien moet ik gewoon lekker bij de amateurs gaan tikken en zit het erop? Ja. Maar zo is het gegaan eigenlijk. Zo kan het ook. Vuist op tafels. We kunnen er luchtig en bescheiden over doen. Maar je staat toch afgelopen woensdagavond in 3-0 verloren, als ik me niet vergis. In de catacombe naast Messi, Neymar, Mbappé, Ramos. Wat deden er nog meer mee? Ferrati. Donnarumma, denk ik. Donnarumma en de Goya. Dat was een aardig ploegje. Mugiele. Ja. En ja, wij, weet je. Nou, wie zat je te kijken? Ze kwamen niet met hun B-keus. Nee. Ik had verwacht, misschien uit bij Toulouse, volgende week Champions League. Misschien even een paar wissels erop, maar dat zat er niet in. Sta je dan in zo'n catacombe toch een beetje teloeren stiekem? Ja, tuurlijk. Ja, maar je wil ook niet te lang kijken en te veel onder de indruk. Het lijkt alsof je onder de indruk bent. Dus, maar dat ben je natuurlijk wel. Ja, dan moet. Ja. Als je daar staat en je ziet Messi en al die gasten, dan denk je toch van ja, er zijn geen koekenbakken die daar staan. Maar wat doen zij in de catacombe? Hoe ziet het eruit? Ja, eigenlijk niet veel anders, denk ik. Ze doen geen power pose. Maar even, is Messi er dan eentje die zegt, Ramos guys, of Ramos, is er iemand wie maakt de herrie daar? Wie schreeuwt er? Er zijn altijd één of twee. Ik denk misschien Ramos die wat riep. Ja. Maar verder was het, misschien Ferrati, maar verder lopen ze rond het veld op. Ja. Ja, ik denk als je zoveel kwaliteit hebt, dan heb je misschien dat soort teksten heb je niet nodig, denk ik. Tegen Toulouse dan. Misschien tegen Madrid wel. Dat zou goed kunnen. En dan even op het veld. Hoe is het gegaan? Hoe vond je het om er tegen te spelen? Wat is je opgevallen? Ja, het is...
Ja, we proberen hoog druk te zetten bij hun. En ja, ze blijven gewoon zo rustig. En ze weten gewoon precies de ruimtes te benutten en waar de ruimtes vallen. Ja. En eigenlijk, ze spelen gewoon een beetje normaal voetbal tot 20 meter van de goal bij ons. Ja. Ja, en dan is het één keer raken bijvoorbeeld. En dan, ik weet niet of je de eerste goal hebt gezien. Ja. Ja, dan is het één keer raken. En dan, je kijkt één keer om en dan ligt daar dit mandje. Dus. Ja. Ook gewoon Mbappé die wordt aangespeeld, die neemt er gewoon niet verkeerd aan. Elke bal ligt goed en ja, neemt goede beslissingen. Dus ja, daar zie je wel gewoon die specifieke kwaliteiten. Ja. Is er nou nog een moment geweest dat jij dacht van, die Spierings die is helemaal niet zoveel slechter dan die, dan die Messi of die Verratti? Ja. Ja, je merkt wel gewoon dat zij gewoon een stuk beter zijn dan jij, maar ik denk als je... je moet gewoon proberen zo dicht te houden. En dat is het. Maar als je op het veld staat, heb je niet het idee van... Hij vond het niet zoveel slecht, hè? Hij dacht dat hij mee kon. Ja. Ja, misschien één potje, maar een heel seizoen niet, hoor. En ben je überhaupt nog in duel geweest met een van die gasten? Nou, ik heb één keer de bal afgepakt van Messi. Daar heb ik een mooie foto van, dus die krijgt een mooi plekje boven het bed. Ben je daarna gaan speuren op internet na afloop? Je hebt van die websites toch? Gettyimages.com, Spierings en Messi. Dan krijg je hem gewoon op je beeldscherm. Ja. Maar ik heb hem ook naar iedereen doorgestuurd die ik in mijn lijst had. ik heb hem gekregen. Ja, stel dat Fokker dit had gedaan, dan had hij waarschijnlijk gehad dat daar geen foto van gemaakt was. Ja, dat zou ik sowieso hebben. Wat. Of hij stond heel slecht op. Maar dat is ongelukkig. Wie vond je het ziekste van gewoon al die gasten? Ja, ik denk, op het veld vond ik Mbappé eigenlijk, vond ik het beste. Maar ja, bijvoorbeeld Messi, ondanks dat hij nu al minder snel is en alles, je ziet gewoon, die heeft alles in de gaten gewoon. Ja. Dat is gewoon zo bizar. Hij is zo klein, maar hij heeft de bal. Hij maakt zich gewoon niet druk. Ik denk ook dat hij niet gezweet heeft. Die speelt een potje en die gaat lekker naar huis. Echt niet normaal. Ja, het gevoel dat hij op halve kracht speelde zelfs. Ja, ik denk niet dat hij op 100% hoefde tegen ons. Okay. Ja, dat deed hij bij Barcelona ook wel een beetje, toch? Ja. Een beetje over het veld wandelen en als hij dan de bal kreeg, dan... Vaak aanzetten. Ja. Ja. Man. Ja. Ik denk dat de meeste voetballers eigenlijk zouden doen, ik waarschijnlijk ook, alsof het de normaalste zaak van de wereld is. Misschien om geen gezichtsverlies te lijden of om gewoon te doen alsof het... Je moet ook niet als een soort schooljongen daar rondlopen, maar... Voelt het ook echt zo alsof het de normaalste zaak van de wereld is? Als je op het veld staat, uiteindelijk wel. Ja. Want het blijft 11 tegen 11. Je bent gewoon een wedstrijd aan het spelen. Ja. Maar het grote verschil is gewoon dat je merkt, je weet als je druk op hun zet, dat ze daar veel makkelijker onderuit spelen. Dus je bent wel op het veld ben je ook wel onder de indruk van de manier hoe zij samen spelen. Ja. Maar uiteindelijk is het wel gewoon een wedstrijd. En je probeert wel ook niet te veel ontzag voor ze te hebben. Want anders, Uiteindelijk heeft dat ook geen zin. Dus je probeert er gewoon het best van te maken. En dan de voor en daarna kan je wel denken van zo. Ja. En dan is het moment meer om te genieten. Maar tijdens de wedstrijd is dat niet per se zo. Heb jij wel eens met Sparta ook meegedaan tegen Ajax of zo? Of PSV uit of Feyenoord uit? Is het een beetje hetzelfde gevoel? Of is het echt nog veel zieker dan dat? Nee, wel echt zieker. Ik denk misschien als je... Ik heb met RKC bijvoorbeeld thuis tegen Ajax. Bij het Ajax gewoon op een goede dag kan je het Ajax echt lastig maken. Dat gevoel had ik nu niet. Nee. Oké, man. Heb je nog een shirtje gevraagd na afloop of voelde dat niet als jouw plek? Ja, maar de shirtjes die ik wilde, die waren al vergeven. Dus was je te laat? Maar proberen. Dus welke heb je? Ja. Heb je geen ik heb niks. Ik wou alleen die ik wilde en als ik die niet had, dan... Wie heeft Messi gepakt dan? Ja, jouw vriend. Ja, hij heeft gepakt. Hij van de bomen. Het is overal te laat, alleen maar het shirtje van Messi rijden. Ja, man. Oké, man, Stijn. We zijn even bijgepraat. Ja, mooi. Wil je nog iets kwijt over die wedstrijd? Nee, zeker niet. Dat was het al. Okay. Kun je nog iets kwijt aan de luisteraars? Nee. Gewoon blijven luisteren. Is goed, man. Spreek je later. Thanks voor het bellen. Ja, is goed. Rustig aan. Goeie uitzending, man. Yo. Mooi, man. Toch heb ik dat soms ook in, als je tegen Ajax of Feyenoord of PSV speelt of zo, zeg maar.
zo goed is het ook weer allemaal niet. Laat ik zeggen, het is eigenlijk, dat is, misschien klinkt het raar hoor, maar het is als je, het is ook goed op te lossen, zeg maar. Je wordt niet zomaar, deze gasten zijn krankzinnig goed hoor, maar het is niet zeg maar, als je gewoon... Alsnog maar 3-0, zeg maar. Ja. Dus je hoort niet... Ja, wij met Excelsior wel eens in zo'n 1-7 of 0-7 wedstrijd gezeten tegen Ajax, dat je wel echt dacht van dit is... Gewoon jongens, zeg maar, tegen mannen. Echt zo'n groot verschil. Ja. Maar je hebt ook best wel vaak gehad dat je daar of dat het gewoon net aan is. Ja. Maar dat zal het ook niet gewoon te maken hebben dat zij, wat Stijn ook zei, dat zij gewoon wel wat rustiger aan doen daar. Ja, dat zou kunnen. Maar als je toch, het staat buiten kijf hoe grandioos die gasten zijn. Maar als je het gewoon, ik bedoel, gasten van Toulouse, maar ook gasten van Excelsior Sparta, zijn gewoon wel gewoon fit. We kunnen voetballen, we kunnen nadenken, we kunnen ons organiseren. Het is niet zeg maar dat je het zomaar... Ja, dat je zeg maar altijd gepasseerd wordt door spelers van dat kaliber. Ja, dat gevoel heb je wel een beetje toch? Eigenlijk ja, dat Ramos bijvoorbeeld gewoon in zo'n wedstrijd iedere keer naar het doel zou kunnen lopen. Als ja, het zou man, maar dat is natuurlijk niet zo. Die komt ook gewoon in moeilijke situaties waar hij zich even uit moet redden. Maar hij kan zeg maar niet zo helemaal doorstomen naar de achterlijn of zo. Dus nee, maar eigenlijk is het gewoon overal hetzelfde. Zeg maar. Wat wij dan met Ajax hadden, heeft hij nu met PSG. Ja. En dat hebben we bijvoorbeeld hoofdklassers of tweede divisionisten weer met ons. Ja, ja, ja. Cool. En die zullen ook geregeld wel eens denken van ja... Valt ook wel mee. Ja. Ja, zeker. Maar ja, als je 9 van de 10 keer tegen elkaar speelt, dan ga je toch... Of als je 10 keer tegen elkaar speelt, ga je toch 9 keer waarschijnlijk wel gewoon verliezen. Ja. Ik vind dat ding wat hij zei over dat soort van gemak, hoe makkelijk het eruit ziet. Ja. Dat, ik weet nog wel dat wij met Jong Oranje een keer speelden tegen Jong Duitsland. Daar keepte Ter Stegen. Ja. Ik zat toen op de bank. Maar dat was wel... Die liep er echt bij, alsof... Ik heb dat over Neuer ook wel gezegd, alsof die... Gewoon met zijn vrienden zeg maar, een balletje aan het trappen was. Ja. Dus die nam dan ballen, achterballen met bijvoorbeeld met links en rechts. Ja, dat is ballen die op de back speelden. Gewoon zo heel rustig zo. Dat is respectloos. Ja, zo nooit, echt zo nooit met zo'n draaitje neerleggen. En dan zo met je verkeerde been zo de onderdoor. Die zouden altijd weer tegen jou spelen. Maar ik zat op de bank. Okay. Maar dat is volgens mij wel... in ieder geval daar, ik kan daar wel gefascineerd door zijn. Ja. Dat je gasten ziet die het zo makkelijk lijkt af te gaan. Ja, ja, ja. Dat is best spelen waar tegen je hebt gespeeld. Ja, ik zat er vanmiddag even aan te denken. Dat is een beetje... Royce. Nou, ja, ik heb bijvoorbeeld natuurlijk tegen Van Persie gespeeld of tegen Depay en Kuyt en Marco Royce en zo. Maar in die specifieke wedstrijden vond ik dat niet zo heel erg bijzonder. Nee, cool, maar ik heb bijvoorbeeld een hele lastige dag gehad tegen die Bertrand Traoré, die toen nog bij Vitesse speelde. Waanzinnige speler vond ik dat. Zo vaardig en snel en handig en alle keuzes goed. Casper Dolberg bijvoorbeeld van Ajax had dat ook. Die heeft zeg maar, hij heeft niet 2 wapens, maar 5 wapens. Krachtig, vaardig, technisch, slim, best wel energiek ook nog. En je hebt ook veel spelers die bijvoorbeeld heel goed kunnen koppen of aardig kunnen dribbelen. Maar er is altijd iets wat er ontbreekt, waardoor je misschien zelf op dat punt overwicht kan hebben. Maar dat waren denk ik de spelers van niveau die ik te noemen heb. Ik denk Rabiot. Ja. Dat was bij Jong Frankrijk dan. Ja. Die speelde waardoor het... Maakt niet uit hoe je druk zet. Het leek gewoon altijd alsof zij 1 man zeg maar over hadden. Ja. Omdat die gast eigenlijk, maakt niet uit wie de druk van hem zet. Het leek alsof daar zeg maar niemand op stond. Ja. Dat hij iedere keer de goede kant op draaide. Of altijd de goede... Ik heb er wel eens aan zitten denken. Als je zeg maar, als je een rondo speelt. Ja. En je staat in het midden. Dan, je zet altijd, er is een moment dat je het fel druk gaat zetten. En dat doe je volgens mij altijd bij spelers van wie je het grootste gevoel hebt dat je wel eens de bal zou kunnen afsnoepen. Ze zetten bij mij nooit druk, man. Maar er zijn spelers bij wie je dat zeg maar, als je dat 2 keer doet. Die onder jouw druk uitspelen. En die, waardoor je dus moet omdraaien, terug moet en een stuk moet lopen om die bal weer terug te halen, snap je? Ja. En die creëren daarmee voor zichzelf dat je een beetje op afstand, blijft. Ja, dus ze creëren voor zich, en ik denk dat die Rabiot dat ook heeft. Hij creëert voor zichzelf, omdat er waarschijnlijk 2 keer geprobeerd is om vol druk te zetten. Frenkie de Jong doet dat ook. Frenkie de Jong doet dat ook. En daardoor hebben ze een soort iets meer tijd en ruimte die ze zelf hebben gecreëerd. Ja, dan ga je niet meer echt kort. Ik weet dat jouw trainer nu, Maurice Stijn, die zei tegen Clint Leemans in de rust, tegen Jong Ajax, dat hij nou een keer kort moet zitten op Frenkie de Jong. Ja, pak hem eens aan. Zit eens wat korter, op hem. Ja, man. Maar dat is natuurlijk niet te doen. En ik heb ook wel eens de vraag gehad, zeg maar, wie is de beste speler waarmee je ooit samen hebt gespeeld? Okay. En toen zei ik altijd Michel Breuer. Wat dat vond ik, zeg maar, in mijn goede periode degene die het beste was. Ja. Maar toen bedacht ik me later dat ik ook nog met Virgil van Dijk bijvoorbeeld heb samengewerkt. Hij kent jou, niet meer. Hij heeft jou een keer niet opgehaald of zo. Je reed toch wel iedereen met elkaar mee op het busje? Maar heeft nee, ik reed altijd met zo'n busje met allemaal gasten uit Rotterdam. Reden we altijd vanuit Rotterdam naar Tilburg, stuk 5 gasten. En als hij dan zijn trein gemist had, dan werden we altijd gebeld of we hem ook nog even op Breda Centraal konden oppikken.
Zwaar gebeurd. Maar nu weet je niet wie je bent. Dat is lul. Dat weet je nooit. Zeg maar, je bent genaagd. Maar die ga je niet doen. Ja. Onder van wie het meest onder de indruk was. Maar je was niet zo onder de indruk van hem in die periode. Hij was wel echt goed toen. Ja. Maar ja, niemand had toen gedacht zeg maar, dat hij de beste verdediger van de wereld zou worden. Ja. Ik toch even, als je zo in die catacomben staat. Dan ga, tenminste, volgens mij gaan we allemaal doen alsof het de normaalste zaak van de wereld is. Ja, op maandagavond, dan moet je ook wel. Als je met de jongens staat. Nee, als je tegen als je naast Messi en Mbappé en Neymar. Maar die man is letterlijk de beste voetballer die ooit geleefd heeft. Maar dus er is toch ook geen ruimte voor bewondering op dat moment. Ja, dat is... Maar... Want je gaat toch ook gewoon proberen om van ze te winnen? Ja, zeker. Bedoel, maar je bent gewoon bezig met een spelletje. Ja, dat is zeker waar. Maar als je even uitzoomt, dan is het wel redelijk bijzonder dat jij zeg maar degene bent die daar deel van uitmaakt, van diezelfde show. Ja, oké, maar je kan er toch best, ik denk dat je daar best van geniet, maar je hoeft toch niet met open mond zeg maar te gaan staan kijken wat jij nu net allemaal vraagt te stijven. Ja, wat doen ze? Dat hoeft toch maar niet, joh. Nee, dat snap ik, maar dat volgens mij ik zou die nieuwsgierigheid onderdrukken, omdat ik niet de indruk wil wekken dat ik, ik zo zeg maar zo bij zijn knieën ga zitten en dat ik gewoon zo onder de indruk ben. Dus je doet toch een beetje cooler dan je eigenlijk. Ik zou nieuwsgierig zijn wat Messi aan het doen is voor de wedstrijd, hoe die praat met zijn tegenstanders, Ik weet nog dat diezelfde wedstrijd tegen Jong Frankrijk speelde. Martial speelde op linksbuiten. Ja. Die had volgens mij 2 weken daarvoor had hij er wat is 4 gemaakt tegen Arsenal. Ja. Ik denk dat hij bij Monaco nog speelde. Ja. Ja, ik heb dat dan eigenlijk ook. Ik vind zo iemand dan fucking interessant. Ja. Terwijl op zo'n moment moet je eigenlijk natuurlijk een beetje de toffe peer uithangen. Ja, dat ga je dan doen. Ja, ja, tuurlijk. Ja, ik was stik zenuwachtig. Dus dan moet je bent gewoon bezig om jezelf gewoon in de plooi te houden. Ja. Maar ik heb dat eigenlijk ook wel een beetje. Dat je dan misschien wel te nieuwsgierig bent. Gewoon naar of zij ook normaal zijn. Dus ik denk van wij staan er nu. En ik heb maandag op Scott de Wolt gespeeld met Jong Heerenveen. Ja. En jij hebt 2 weken geleden Arsenal uitgeschakeld in de kwartfinale van de Champions League. Ja. Terwijl ik denk dat klopt wat Vaar zegt. Je moet je eigenlijk gewoon focussen op die wedstrijd. En gewoon ja, maar dat doe je normaal natuurlijk doen. Ook. Maar... Ja, maar je wilt proberen om van ze te winnen. Ja. Ja. Tegelijkertijd denk je ook van laat maar zien toch tegen mij. Ja. Ja, bij mij werkte dan toch eerder de andere kant op, man. Van, dan moet ik het toch maar even laten zien tegen Ja. 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 Ja, man. Ik zou, als ik nog één iemand met wie ik dan samen heb gespeeld, Vincent Jansen. Ja. Die had, als je het over één iets heel specifieks hebt, zeg maar afwerken met 2 benen. Ja. Als wij gingen, dat gewoon het afwerkspelletje gingen doen, dat je inspelen, kaatsen en van iets buiten 16 schieten. Ja. Had ik bij hem, zeg maar, dat is denk ik de enige speler ongeveer ooit, en misschien Marco Oet ook een beetje, maar waar je echt het idee had van, deze ga ik niet pakken. Nee. En die er dus echt veel meer scoorde dan dat hij er miste. Ja. Wat denk je dat het... trainde hij daar dan dagelijks Ja, ik op? Weet dat hij erbij... Is dat gewoon... Nee, hij heeft daar bij Feyenoord... Ik denk dat hij wel aan heeft gehad, maar bij Feyenoord in de jeugd weet ik wel dat hij daar echt krankzinnig veel op getraind heeft. Want hij woonde toen samen met 2 andere gasten daar. En die hadden volgens mij niet zo heel veel te doen. Dus die stond altijd op goal te rachen na de training. Ik heb overigens nooit begrepen waarom niet alle spitsen dat doen. Want het is super leuk om te doen. En het is fucking effectief als je elke dag 40 ballen op goal ramt. Dus, maar goed, Vincent Jansen. Is er iemand tegen wie je had willen spelen ooit in je leven? Ja, Messi. Ja, daar zou ik ook op uitkomen. Zidane had ik ook gruwelijk gevonden trouwens. Materazzi had ik wel cool gevonden. Ja, hoezo? Dat vind ik ook zo'n indrukwekkende kerel. Man. Del Piero had ik ook mooi. Lekker gek. Die Hans Mulder en die Stijn Hoebe. Ja, die hebben gewoon samen met Del Piero gespeeld. Dat vind ik zo krankzinnig. Dat is in mooi. India. Een paar maanden gezeten. Ja, echt bizar. Maar toen was hij echt al stokoud, denk ik. Ja, maakt niet uit. Ja. En dan was hij... je had ook die Nederlandse of die Belgische trainer daar. Harm van... Veld van Armo. Ja, dat zei Hugo Borst. Ja, Veld van Armo. Maar oké, tot slot misschien, wat is het meest adembenemende wat je een speler hebt zien doen in een wedstrijd waar jij bij was? Ik heb me wel eens echt 3 keer op rij zwaar verkeken op de snelheid van Justin Kluivert, zeg maar. Wat deed jij daar? Oh ja, dan kun je ik was zelf niet zo snel. Ja. En hij zeg maar in het terugschakelen dat ik de bal kreeg en dat ik dacht van ik kijk altijd zeg maar of ik ruimte heb om dan gewoon zelf te gaan dribbelen. Ja. Maar gewoon 3 keer zeg maar dat hij op een plek was waarvan ik dacht van nee, daar kon je toch nog helemaal niet zijn. Ja. Dus ja, dat, ken je Quincy Menig nog? Ja, zeker man. Dat is echt een gigantisch talent in de Ajax jeugd. Mm-hmm. Die zat in mijn lichting en wij speelden toen een keer een wedstrijd uit bij Ajax. Ja. Veel minder team, wij stonden 1-0 voor in de rust. Ja. En zij gingen letterlijk even gassen, zeg maar, de tweede helft. Ja. Ik denk dat hij de 1-1 maakte. Maar hij kreeg de bal, denk ik, op 5 meter of zo van de goal. Ja.
En ik weet nog dat ik mijn, pardon me, of zo, mijn doel verkleinde, omdat hij een lichaamsschijnweging maakte. Ja. Ja, het is gewoon een wonder dat mijn kruisband erin zit. Ja, ja. Ja, hij was echt bij jullie, bij jouw lichting, zeg maar, de gigant. Of had je ja, je, meer, had er, je had een aantal. Het wisselde soms een beetje. Ja, maar op dat moment was hij echt, echt een slangenmens, man. Niet normaal. Ja. Wie was bij jou? Ik denk, was misschien de allerbeste toe. Dat waren, denk ik, Jeffrey Bruma, Jerzy Cabral. Ricardo van Rijn was ook goed. Dat waren, denk ik, een beetje de mannetjes. Ja, Filena en Ake waren bij ons dan. Wie was bij Hart? Ja, Geert Arendt-Roorda was in die A-competitie het mannetje. Ruud Vormer. Jermaine Lens was toen ook nog. En dan vergeet ik nog eentje. Ja, Siem de Jong zat er ook bij. Maar ja, Geert Arendt-Roorda was wel echt het mannetje van de A-competitie. Waar ook dat dan die Zakaria Bakkali van PSV, die speelde dan een lichting hoger. Ja. Maar die deed ook bij de jeugd gewoon letterlijk waar hij zin in had. Die had, zeg maar, net zoals Robben, had gewoon altijd dezelfde actie. Hij kwam naar binnen en schoot hem in de verre. Dat lukte altijd. En dat lukte altijd. We hadden ook nog Marco Arnautovic, die speelde toen bij Twente in de A1. Dat was ook, die werd toen kampioen. Ik ben een keer in de eerste minuut van de wedstrijd PSV Go Ahead Eagles, denk 8 keer op rij gekapt door Jorginho Wijnaldum. In de eerste minuten. Dat is echt bizar. En ik kwam wel elke keer terug, zeg maar. Ja, het was echt verschrikkelijk, man. En dan moet je, ja, dan kan je de zuurstofflessen kunnen aangerukt worden. Dat is echt, dat is zwaar, man. Dat is echt ook geen lekkere start, man. Maar was dit het eerste? Ja, was dit het eerste. In mijn herinnering was het zo. Dat hij kreeg de bal, hij kap naar links. Ik kwam er nog net bij. Ik kap naar rechts. Ik kom er nog net bij. En dan deed hij gewoon 6 keer achter elkaar. En dan zie je op een gegeven moment een soort pirouette. En op een gegeven moment lach ik, denk ik. Ik weet het niet meer. Vaar, ja. Ik moet toch even zeggen, wat zie je er goed uit vandaag? Ik hoor het je zeggen. Hij maakt een frisse indruk op mij. Ik vind hem ook uitgerust, zou ik willen zeggen. Echt een frisse indruk. Wat is er met je aan de hand? Ik zou bijna zeggen dat ik een boekje gelezen heb, maar het komt door doordat ik iets heb uit... ik heb HelloFresh uitgevonden. HelloFresh? Ja. Van die maaltijdboxen? Ja. Wat ja, dan? Ja, dat is echt top. Vriendin blij, kinderen blij. Echt helemaal top. Ik kom thuis, staat er zo'n maaltijdbox op me te wachten. Ik maak eten. We eten lekker met z'n allen op. Zelfs jij kan nu lekker koken, vriend. Want jij kwam voorheen niet verder dan alleen... Lekker in Joop Braakkeuken. Daar zit hij, hoor. Ze noemen mij de Jamie Oliver van Kralingen. Ja, Jamie Oliver. Door HelloFresh. Ja, zeker. Door HelloFresh. Lekker. Het lijkt me ook heel anders voor werkende ouders. Nou ja, vooral voor werkende ouders. Maar ik zou het eigenlijk iedereen aanraden. Maar ik ga normaal gesproken 6 keer per dag naar de supermarkt. En dan ben ik nog steeds de helft vergeten. En dat hoeft allemaal niet meer. Dus nu kun je lekker dutje doen, koken. Je hebt tijd voor alles. Fantastisch. Ja. Hebben we nog een linkje of zo voor de mensen? Ja, we hebben een kortingscode. Check de link in de beschrijving. En dan krijg je tot €75. Ja, je hoort het goed. €75 korting. Als je een nieuwe klant bent en op je eerste 4 boxen. Netjes. Sterk. Ik ga checken. Oké, dan gaan we toch even een rondje aanraders doen om de week weer af te sluiten. Thomas. Ja, ik, bij stom toeval was ik tv aan het kijken. Mm. En ik stuitte op het programma Scoren in de Kelderklasse. Mm, Daan Blok, hoe heet die gozer? Van, nee. Sorry. Ja. Wesley Sneijder en Andy van der Meijden. Die Wesley Sneijder is ambassadeur van AA ook. Hè? Zag je echt? Ja, man. Okay. Maar die gaan allebei een kelderklasse-team coachen. En dan gaan ze tegen elkaar spelen. En dan de verliezer, die moet de opdracht doen of zo. Je hebt het nog niet gezien ook? Hè? Ja, ik heb het gezien. Ik heb die eerste aflevering gezien. Gingen ze met Roelof Luijgen gingen ze allemaal challenges doen. Zodat ze konden bepalen, zeg maar, wie er mocht kiezen. Wie verzint dit concept? Van zo ontzettend. Maar ja, ik dacht ook. Ik had Frank Lammers, die doet dan die voice-over, weet je wel. En ik had die trailer ervan gezien. Toen dacht ik, nou, hier ga ik niet naar kijken. Het stond dus toevallig op. Toen ben ik toch gaan kijken. En ik moet tot mijn grote spijt zeggen dat ik toch een paar keer wel een beetje in de lach ben geschoten. Want ze doen geen reten. Dan gaan ze tegen elkaar, gaan ze kabouters uit de goal schieten, weet je wel. En dan schiet Andy van der Meijden, die schiet 6 keer de bal over de ballenvang heen. Krijg je daarna, zeg maar, Expeditie Robinson, weet je wel, moment dat Wesley Sneijder in zijn eentje voor die camera zo daar commentaar over geeft. Ja, en die had het niet helemaal meer. Maar ik moet een paar keer goed in de lach schoten, moet ik zeggen. Dus, waar is het te zien? Volgens mij RTL 7 of zo. Ja, ik score in de kelderklas met Andy van, gingen ze met Roelof Luijgen samen. Gingen ze allemaal dingen doen. Dat was best grappig. Dus dat is maar ik vind het ook weer zo mooi. Nou, dan kom ik met een heel serieus kutverhaal. Correspondent. Correspondent.
Nee, ik heb wel een goed boek gelezen. Het heet Nooit meer niet slapen. Net helemaal in het begin zei ik het al. Ik zat de laatste week heb ik een beetje loop kut eigenlijk met mijn slaap. En ik stond er echt versteld van wat voor invloed dat heeft op je mentale gesteldheid. En op aanraden van mijn zwager, niet de agressieve Bradley, maar mijn andere zwager. Mm-hmm. Die hier vroeger ook last van heeft gehad. Die raadde mijn boek aan. Dat ben ik gaan lezen en het is eigenlijk een soort van, het is heel licht geschreven, dus je bent er zo doorheen. Maar een handleiding van over wat er gebeurt als je slaapt, welke processen dan gaande zijn en waar het belangrijk voor is. En vooral ook je leert een beetje te begrijpen waar bijvoorbeeld slecht slapen of pieken in bed vandaan komt. Mm-hmm. En ik heb daar eigenlijk best wel wat aan gehad, dus van slecht slapen zonder ons. Er zijn praktische tips bij? Nou, vooral... Ritueel. Huh? Een ritueel. Ja, altijd kruisje slapen als je naar bed gaat. Serieus, rituelen. Natuurlijk, je hebt die standaard dingen als niet te veel licht meer doen s'avonds. Ja. Maar waar het vooral, waar het best veel inzicht in gaf, is dat je een soort slaapschild opbouwt gedurende de dag. Ja. En als je die al bijvoorbeeld 's middags gaat inlossen, door bijvoorbeeld een dutje te doen of net te lang, of s'avonds om 7 uur even ogen dicht te doen, kan je zomaar het volgende moment dat je echt weer lekker in slaap kan vallen, bijvoorbeeld een paar uur opschuiven. Ja. Nou, dat zijn wel dingen waar ik zelf wel een handje van heb. Mm-hmm. Dus ja, zo'n aantal van zulke tipjes in. Oké. Okay. Nooit langer dan 24 minuten slapen overdag. Ja. Ja, het ging ook veel over slaapapneu. En zo, waar heb je ook weer last van? Ik ben de naam vergeten. Ik weet ook niet meer. Ah, van wel. Tering, man. Hij heeft last van... Tinnitus. Nee, man. Nee, dat is het. Dat kan. Ah, dit trek ik zo snel. Verdomme. Ik heb het gewoon gelezen. Kut, ik kom er niet op. Slaap. Nou, knippen er toch uit. We gaan even naar Kiel. Heeft hij er last van, man. Eerst opkomt geen zo met slaap. Niet opzoeken, man. Niet opzoeken. Slaap. Nee, het is niet met slaap. Narcolepsie. Ik was eerder. Narcolepsie. Ja, dat is het woord. Oké, okay, man. En ook tips tegen narcolepsie. Ja, dat is een mooi, mooi bruggetje naar mijn boek. Want het gaat over geheugen, wat we allemaal vergeten. Ik ben een geweldig boek aan het lezen. Het heet Het Geheugenpaleis van Joshua Foer. En hij doet mee aan een geheugenkampioenschappen. Dat zijn van die mensen die 1000 cijfers achter de komma van pi uit hun hoofd kennen. En al die 80 kaartspellen kunnen oplepelen en zo. En hij gaat zich verdiepen in, wat is dat geheugen eigenlijk? Hoe werkt het eigenlijk? Hoe kan je het beter inzetten? Heel makkelijk leesbaar. Het gaat ook voor een deel over mensen die lijden aan amnesie, geheugenverlies. Wonderlijk boek. En ik voel me elke pagina een klein beetje slimmer worden door de Joshua Foer. Dus dat is de moeite waard. Mooi, mooi. En dan gaan we eruit met een liedje. En ik hoorde jou een paar dingen, een hele matige smartlappen neurie voor de uitzending. En ik vermoed dat hem is. Dat was de laaierlichter van Gerard Cox. Maar dat is hem niet. Dat is hem niet. Okay. Nee, want vorige week had ik natuurlijk wat over Lowlands gezegd. Ja. En ik heb daar fantastisch naar mijn zin gehad. Ondanks de mensen die eigenlijk in de agenda hadden moeten staan. Ja. Maar jij vertelde me dat een luisteraar een berichtje had gestuurd over dat ik het totaal niet naar mijn zin had bij een concert van James Blake. Ja. En, er werd gezegd dat jij een uur lang met je armen over elkaar en een geïrriteerde blik hebt zitten kijken. Ja, James Blake. Ik heb met mijn armen over elkaar staan genieten eigenlijk. Vooral, okay. Want ik vond het fantastisch. Mm-hmm. En vooral ook omdat James Blake degene was van wie ik mijn eerste concert zeg maar ooit op Lowlands was van James Blake. Dus het eerste concert wat ik heb meegemaakt op Lowlands ooit was in 2012 denk ik of 2011. Liep ik dat terrein op, liepen we direct naar die tent waar James Blake speelde. En toen speelde hij het nummer CMYK. En dat nummer speelde die afgelopen editie ook weer. Dus ik wil eigenlijk afsluiten met dat nummer. Match. Sterk. Dat is mooi. Dan zijn we volgende week terug. Tabé. Tabé.